Ik ben Beza. Waar woon je? In de Koesterstraat. Waar zit je op school? Kasteel Spangen. Vind je het leuk op school? Ja. Waarom? Waarom? Ik leer dingen en ik vind het leuk om te tekenen bijvoorbeeld of om te knutselen. Wat is jouw favoriete plek in Spangen? Op schoolplein. Waarom? Omdat ik speel bijvoorbeeld. Ik ga fietsen, steppen. Heb je nog meer leuke plekken in Spangen? Na alleen je schoolplein? Ja, bijvoorbeeld TOS. Daar doen we leuke activiteiten, bijvoorbeeld koken, knutselen, tekenen en nog veel leuke dingen. En activiteiten zoals bijvoorbeeld gym. Bijvoorbeeld, dat hebben we ook in school, maar ook in TOS. Is het een speciale club waar je naartoe gaat? Ja. Hoe heet die dan? TOS Meidenclub. Waar woont Rabia? Ik woon in Rotterdam bij Albert en Tijmstraat. Dat is in Spangen, hè? Ja. Ik ben hier gekomen toen ik klein was. Daarom ben ik ook hier opgegroeid. En ik ben in Nederland geboren. Wat is je lievelingsplek in Spangen? Gewoon voor het schoolplein. Want ik ga elke dag naar school en daarom voel ik me heel soms voor het schoolplein veilig. Want als er iets gebeurt, ren ik gelijk naar school. En bij je huis? Daar voel ik me nog veiliger. Want dan zijn mijn ouders bij me. Woon je je familie ook dichtbij? Ja, sommige families wel, maar sommige die zijn in Turkije. We hebben hier zo ergens een Sparta-park. Daar hebben ze ook glijbanen en zo wipwap. Daar ga ik ook soms naartoe. Heb je ook veel andere activiteiten in Spangen? Ja. Je kan misschien trefbal spelen of voetballen. Dan kan je wedstrijd doen. Kan je beker winnen of medaille. Of je krijgt ook soms activiteiten van school. Bijvoorbeeld dammen, schaken of zo. En nog veel. Heb je ook iets speciaals voor mij dan met jou en je vriendinnen? Ja. We hebben bij TOS, in TOS, krijgen we een meidenclubles. Elke vrijdag om 3:30 moeten we daar zijn en dan doen we soms tekenen of zo. Of we gaan naar buiten. En ik zit hier op school in Rotterdam en ik vind mijn school echt leuk. Daar vind ik Rotterdam ook zo bijzonder. Want je hebt hier verschillende scholen, zoals een openbare school, daar zit ik zelf op. En je hebt ook een islamitische school. Het is eigenlijk heel multicultureel in Spangen. Wat weet je daarvan? Ik zit er zelf niet op, maar daar dragen de meeste mensen, volgens mij dragen ze daar de meeste hoofddoek. En daar leren ze Koran lezen. Daar doen ze alle islamitische dingen. En bij gym, dan zijn jongens apart en meisjes apart, omdat het een islamitische school is. En wat voor afkomst zijn jullie dan? Ik ben ook islamitisch. Maar ik zit niet op een islamitische school. Vind je het jammer dat je niet op een islamitische school zit? Nee, want daar doen ze ook niet zulke leuke dingen, want daar is geen openbare school. Maar hier doen we van allerlei dingen. Dio 2002, ben jij een haai of een zij? Maakt niet uit, kom erbij, want we zijn Dio 2002. Dio 2002. Dio 2002.